Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben wakker. Dus shit, het is heel vroeg. Het is net 5:30 geweest. Ik heb me lekker kort over 5 gezet. Omdat ik er lekker vroeg uit wil vandaag. Ik wil lekker positief en productief op vandaag. Dus ik ben wakker. Ik heb net even koffie gezet zoals je hebt kunnen zien. En ik dacht, ik ga heel even naar buiten. Even frisse neus halen. Gisteren ben ik namelijk ook een beetje ziek thuis geweest. Ik voelde me gisteren niet helemaal lekker, niet helemaal bij hem ook. Mijn lichaam deed en wilde niet helemaal wat ik moest doen. Ik voel me nu weer redelijk oké, dus daar ben ik blij om. Dus we gaan gewoon lekker een frisse week tegemoet. Wat ik al zeg, ik ben in ieder geval lekker wakker. Ik dacht, ik ga heel even genieten van deze frisse lucht in de tuin. Ik ga nu weer naar binnen, want zo heel erg warm is het hier niet. Dus ik ga eventjes alvast de video editen en boven ondertussen lekker de koffie op drinken. Goed jongens, het is inmiddels bijna 7 uur. Ja, het is net 6:45 geweest. Dat betekent dat ik al bijna... Ik ben al 1.5 uur wakker. Echt insane. Ik heb me trouwens gewassen en aangekleed. Ik heb dit jurkje vandaag aan. Het was eigenlijk mijn kerstgala jurkje, maar die ben ik uiteindelijk niet aan gaan doen. En nu heb ik deze in de kast liggen. En nu dacht ik, ga hem vandaag aan doen. Dus... super sexy met slippers, maar dit is hetgene wat ik aan heb. Hij is alleen heel open, dus ik heb er even een topje onder gedaan. En het zijn lange mouwen, maar omdat er elastiek aan de onderkant van die mouwen zit hier, kan je dit dus ook gewoon lekker half doen. En dan vallen de mouwtjes half. Vind ik super leuk. Ik heb mijn haar een soort van een beetje gefatsoeneerd, dus het zit hopelijk. Ik ga even mijn skincare nog doen, dat heb ik nog niet gedaan. En ondertussen ben ik lekker bezig geweest met het editen van video's kijken. Dus dat was hartstikke leuk, ik ben benieuwd. Ik ga er even koffie maken beneden, daar heb ik nog trek in. Voor de rest heb ik niet zoveel plannen vandaag, denk ik. Ik wou nog heel even naar Zuidplein gaan vandaag. Ik weet niet of dat nog doorgaat. Maar ik zie het wel. Thank you.
Ik ben heel veel naar Zuidplein geweest. Maar dingen opgehaald. Ook voor kerst een paar leuke dingen. Dus dat is top. Verder heb ik nu even een drankje gehaald bij Burger King. Grote. Ik heb echt dorst. Heel veel dorst. En ik ga nu wel onderweg naar huis. Met mijn mondkapje op. Poep. En toen lag mijn camera in één keer achter de bank. En goed, ik ben inmiddels weer thuis. We hebben hier in de tuin een vlaggetje opgehangen. Ja? Overal gelijk spinnenweb. Maar goed, we hebben hier de vlaggetjes opgehangen. En binnen dus ook. Ik ga jullie binnen even laten zien. Ik heb daar ook versiering voor gehaald net. Dus superleuk. Ik ben... Ik ben heel benieuwd hoe hij het zo meteen gaat vinden. Mijn pa is nog jarig, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Die wordt vandaag 47. Dus dat is helemaal leuk. Dus ik ga jullie binnen ook gelijk even laten zien. Nou, ik heb hier allereerst mini-vlaggetjes gehaald. Die hebben we hier bij de toko opgehangen. En daar ook. Deze heb ik gevonden. Dit zijn dus een soort ballen. Maar daar staat Happy Birthday op. En die geven dus licht. Waardoor het dus Happy Birthday staat. Super leuk. Dus die hebben we hier op de kast gehangen. Doen we nog wel even uit. Voor het geval die straks leeg zijn. Dan heb ik deze vlaggen gehaald. En hier staan allemaal gekke teksten op. Worst party ever. Bloody love this party. Joyful fucking whatever. Allemaal hele leuke teksten. Dus die en deze kleine ballonnetjes hebben we gehaald. Deze zijn met glitters. En deze zijn met veren. Het zijn alleen maar gekke ballonnetjes. Maar goed, het maakt niet uit. Die hebben we gehaald. Allemaal gekke tekstjes. En dan hier een klein rijtje met vlaggetjes. En dan heb ik nog. Het ziet er ook wel gelijk weer gezellig uit. Dan heb ik deze nog gehaald. Om vanavond in een stukje taart te steken. 4 en 7. Helemaal leuk. Kom naar binnen. Oh, graag. Oh, vind je het zo gaaf. Wat is hier bezig? Worst party ever. Zoveel fucking whatever. Waarom heet die beslingertjes? En die mini slingertjes, daar ook. En die geven licht, zodat heb je birthday op. Oh ja. Leuk hè? Ja, dan mag je thuis komen. Oké, goed. Ik doe even zachtjes. We hebben net heerlijk pizza gegeten. Ik zit nog tussen mijn tanden, zie ik. Oh my god. Dat ga ik zo even weghalen. Maar we hebben nog een gebakje met kaarsjes. Dus dat ga ik nu doen. En dit weghalen. Oeps.
Hallo. Je brandt al een ander eentje. En ik ben uit te zetten. Ik ga alleen nog hieruit laten. Moet ik er eens doen? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben wakker, aangekleed. Ik was ook alweer weer om 4:15 op deze ochtend. Ik heb vanmorgen vroeg een video geëdit en geüpload. Het is nu inmiddels 7 uur, zo goed is. Of nee, anderhalf al 7 uur geweest, 7:30. Dus ik ben om 6:45 ongeveer. Ben ik gestopt met editen, was ik klaar en was ook geüpload. Dus toen ben ik maar echt even lekker gaan wassen en aankleden, heb ik gedaan. Ik heb nog geen make-up op, dat ga ik zo meteen nog even doen. Ik heb dit jurkje aan van de Zeeman. Volgens mij komt het bij Zeeman vandaan. Ik zag deze keer hangen en denk die is echt heel erg leuk. Dus die kettingje van de juwelier op Zuidplein. Superleuk. Zilver oorbelletje van Lucardi, allebei. En mijn haar is er een soort van gedaan. Ik pluis alleen heel erg. Dus hopelijk wil het een beetje blijven zitten. Ik heb koffie gezet, maar ondertussen ben ik de Vijver aan het kijken. Ik ben terug aan het kijken. De laatste seizoen, ik vind het zo leuk. Ik kan niet stoppen met kijken naar de Vijver. Ik vind dat echt super, super leuk om te zien. Daar heb ik geen plan op de planning staan. Wat ik wel wilde doen vandaag, als Chantal kan, is met haar leuke foto's gaan maken in de polder. Vandaar ook dit jurkje. Dus ik ben benieuwd of ze kan vandaag. We gaan het allemaal meemaken. Oké, goed. Het is nu inmiddels net 8:30 geweest. Ik ben lekker de Vijver aan het kijken geweest. Ik ga even drooggordijn hier open doen. Oh, andere kant. Nu begin ik trek te krijgen. Dus ik ga lekker eten. En het lekkere is dat we nog een kaasbrood over hebben. Dus die ga ik lekker opwarmen. En lekker opeten. Goed, het ziet er niet heel charmant uit, maar ik ben even op Zuidplein geweest. Ik heb een paar dingen gehad gelijk voor de vakantie die ik nog moest hebben. Een paar zomaar dingetjes voor mijn eigen. En ik heb nog een bubble tea gehaald voor de eerste keer. En die is best lekker. Het zijn een soort jellyballetjes die je door moet knappen. En er komt een soort drankje uit. Voor de eerste keer mijn bubble tea, maar ik vind het best lekker. Ik ga het echt vaker doen. Het is wel heel gek om het in je mond te hebben, maar ik vind het wel lekker. Dus ik ga nu weer op naar huis. Ik heb alles gehaald. Het wordt best wel druk nog voor door de weekse dag. Maar we gaan nu weer lekker op naar huis met stomme mondkapje op mijn mond. Oké, goed. Inmiddels ben ik weer terug thuis. Ik heb een paar leuke dingen geshopt. Allereerst het topje die ik nu hier aan heb. Ik ga jullie even laten zien. Ik heb trouwens even omgekleed van jurkje naar dit. Het zit even iets comfortabeler en kan ik me ook wat comfortabeler in bewegen. Maar dit heb ik dus aan. Maar dit is, deze broek had ik al. Deze komt volgens mij bij de CNA. En dan zat een touwtje erheen. Maar jongens, ik... dat is een beetje strak. Dus die heb ik uitgehaald. Ik heb dit kroptopje gehaald. Deze heb ik ook in het geel en in het rood met streepjes. Maar ik kwam deze tegen. Ik denk, oh, deze vind ik ook heel erg leuk voor de zomer. Dus deze heb ik meegenomen. Die heb ik ook nog in het effe
oranje meegenomen. Dan heb ik het minst groene even het shirtje gehaald. En die tasje heb ik gehaald, jongens. Ik vind hem super cute. En ik heb twee leggings gehaald. Een zwarte en een grijze. Want ik dacht, dat is wel lekker voor als ik donderdag of vrijdag moet gaan werken. Zeker vrijdag met het warme weer heb ik een lange dag. Dus ik dacht, dat lijkt me een super tof idee om gewoon lekker een legging aan te doen. Dat is lekker losjes. Het zit, het is niet te dik. Oh ja, en ik heb dit nog gehaald. Onder andere ook voor de vakantie als we naar België gaan. Dit is een heuptasje / crossbody bag. Ik heb hem ook voor mijn werk gehaald nu. Maar want mijn andere tasje ben ik kwijt. Ik weet dus niet waar ik die neer heb gelegd. En ik ga niet met een zorgjasje aanlopen de komende warme dagen. Dus ik heb die maar meegenomen. Dan kan ik gewoon lekker alles in kwijt. En voor de rest, oh ja, dit hoesje. Ik ben heel even naar het shopje gegaan waar ik altijd kom. En ze hadden daar geen hoesje voor mij. Maar er was net een nieuwe levering binnengekomen. Dus hij is de hele tas gaan doorspitten waar al die nieuwe leveringen in zaten. En ik kwam bij deze tegen als enige voor mijn telefoon. Hier ben ik super blij mee. En dan had ik een tijdje terug al een rood hoesje besteld die ik heel erg graag wilde. Maar die is, die is nog steeds niet binnen. Dus ik hoop binnenkort wel. Maar daar ben ik super blij mee. In ieder geval ga ik nu even naar beneden toe. Want het is hier veel te warm boven. En ga ik lekker beneden even chillen ofzo. Oké, goed. Eventjes een verandering van de planning en outfit. Ik heb allereerst eventjes mijn legging aangedaan. Super chill. Hij zit echt lekker. Serieus, hij zit echt heel erg goed. Hij is heel, maar echt heel erg stretch. Dus ik ben blij dat ik een M heb genomen en geen L. Want ik denk dat dat niet helemaal aangesloten had geweest. Ik heb mijn witte alsters aangedaan. Maar ik, zoals je ziet, ik heb er neonroze sokjes onder. Maar wat maakt mij dat uit? Ik heb dit topje ook gewoon lekker aan. Maar we gaan eventjes lekker ergens eten. Ik ga niet zeggen met wie ik dat ga doen. Dat hou ik allemaal even voor mezelf. Maar ik ga wel even lekker op pad. Dus ik heb met even gauw mascara opgedaan. Mijn wenkbrauwen zie ik iets degelijker uit. Maar wij gaan even op pad. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Mijn laatste dagje vrij vandaag. Morgen moet ik een ochtend werken en vrijdag een hele dag. Maar ik ben dus wakker. Ik heb net even lekker gedoucht. Mijn haar is nog lekker nat. En dat laat ik even lekker zo droog voor ik er wat mee ga doen. Maar dan staat het straks helemaal overeind. Ja, wat ik al zeg. Ik ben dus net wakker geworden. Het is heel laat nu is. Ik ben even wakker eigenlijk. Het is 7:10. Mijn werker stond om 6:10. Ik heb me ietsje later gezet dan normaal. Morgen gaat hij wel weer om 5:30. Maar ik dacht, ik wil even ietsje langer slapen. Ik ben ook gisteravond wat later geslapen dan ik normaal doe. Want ik heb gisteravond tot een uurtje of 9:30 bij mijn opa genomen buiten in de tuin gezeten. Daarna ben ik naar huis gegaan. Heb ik hier nog even lekker gezeten. En toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb heerlijk gegeten gisteren. Ik heb gisteren Taco Mundo gegeten. Super, super lekker was dat. En ja, er is een nieuw eetentje bij ons in Spijk. En het smaakte echt hartstikke goed. En dan zijn we naar de Mac gereden voor een ijsje. Dus ik heb gisteren lekker een McFlurry sneaker op. En een sundae chocola. Super lekker. Dus ik had mijn dagje was helemaal top gisteren. Ik ga eventjes wat drinken om mijn medicijnen in te nemen. Want ik heb last van mijn enkel. Ik weet niet hoe dat komt. Maar mijn enkel hier doet zeer. Die spierband, weet ik het wat er zit. Dat doet een beetje zeer. Dus ik ga even wat innemen. En zo heel even naar buiten. Eens kijken hoe warm het al is. Want het wordt vandaag 30 graden. Morgen ook en vrijdag ook. Poeh, dat wordt warm. Ik heb trouwens dit jurkje zou je morgenmiddag ook bij mij aanzien. Nou, het werk doe ik dit natuurlijk niet aan. Maar waarschijnlijk als ik thuis ben trek ik deze aan. Want deze zit lekker luchtig. En zolang ik me rustig hou en mijn eigen er niet helemaal dood in zweet. Dan vind ik het niet zo erg. Ja, ik ga even wat drinken want ik heb dorst. En ik heb trouwens mijn oortjes in. Ik ben een podcast aan het luisteren. Om eventjes lekker aan het begin van de start te maken. Begin van de start? Begin van de dag te maken. Dat is het.
Goed, ik heb even mijn haar een beetje gefatsoeneerd en ik heb het even wat gezelliger gemaakt hier. Ik heb even dit kleedje, want dan zit ik niet tegen dit en de benen tegen dat riet aan. Dus even een lekker dekentje zo. En ik heb mijn twee rode kussens van mijn bed naar beneden gehaald. Dit zit ook lekker zacht. Dus ik heb het lekker gedaan. Ik denk dat het ook lekker chill. Het valt allemaal uit hier. Ik ben heel blij. Het koffietje staat hier. Ga ik lekker opdrinken. Ondertussen ben ik nog steeds lekker aan het luisteren naar een podcast. Dat is wel super chill. Oh, en vandaag. Ik heb een even geel hoesje gehad. Die is helemaal lelijk geworden. Die heb ik gisteren weggegooid. Maar ik wilde al heel erg lang een heel rood hoesje. Ik ben gek van de kleur rood en geel. Maar de laatste tijd toch iets meer rood aan het worden weer. Dus toen dacht ik, ik ga even een rood hoesje bestellen. Als het goed is, komt die vandaag binnen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan vind ik deze nog steeds ook echt fantastisch. Ik vind deze echt zo chill. Als hij op een gegeven moment in die winkel waar ik gisteren ben geweest meer hoesjes van deze heeft, in kleuren, dan ga ik die ook zeker halen. Maar ik vind deze heel erg tof. Maar het ding is hier alleen wel, het is een hardcase. Dus als mijn telefoon valt, wat ik niet hoop, dan is weer het glasplaatje kapot. En met dat rode hoesje wat ik heb besteld, dat is gewoon compleet siliconen. Dus je zit er wel helemaal omheen. Dus dat beschermt net even iets meer. Maar deze vind ik echt top. Dit hoesje is echt mijn favoriete hoesje voor nu. Oké, goed jongens. Ik ben heel even onderweg naar de Action. Het is super lekker weer al buiten. Het is nog maar 9:30 's morgens. En de zon schijnt al volop. Het is heerlijk temperatuur. Ik heb mijn vest maar uitgedaan, want het is gewoon veel te warm voor mijn vest. Het is nu al heel erg warm. Morgen als ik ga werken, moet ik wel helaas wel een t-shirt aan. Maar ga ik geen jas of dingen meenemen. Gelukkig hoef ik morgen niet veel mee te nemen. Dus dat scheelt. Neem ik gewoon deze handtas mee. Die heb ik altijd bij. En dan neem ik ook een koeltasje mee. Om mijn lunchbox in te doen. En mijn fles drinken. Want anders is het heb ik warm eten aangezien ik ook lunch mee moet nemen. Dus ja. Ik geef in ieder geval gewoon naar de Action. Misschien dat ik daar gelijk een pakje wraps mee neem voor vrijdag. Dan neem ik wraps mee naar mijn werk. Daar heb ik wel trek in. Misschien vanmiddag ook een wrap eten ofzo. Even kijken of ze daar ook nog lekkere dingen hebben om te eten. Dus ja. En ik moest even wat schoonmaakspulletjes hebben, want het is allemaal op. Dus dat ga ik nu even halen. Dat had ik eigenlijk gisteren gelijk kunnen doen, maar daar heb ik niet echt bij stilgestaan. Boom! En ik ben weer thuis. En ik dacht, ik ga eens een rode lippenstift opdoen. Iedereen vindt dat het heel hoekig of zo staan. Nou is het ook wel hele felle hoor. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben dus weer terug thuis. Ik ga weer even verder met filmpjes kijken. Want ik moet nog 3 afleveringen terugkijken van Peter Laat Van Nooit. Die heb ik 3 keer gemist. Dus die wil ik nu terug gaan kijken. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ben ik weer helemaal up to date. Gisteren is er ook een aflevering geweest, maar ook die heb ik gemist. Helaas. Dus ik ga even terugkijken.
Goed, ik zit nog steeds lekker buiten en ik heb lekker een schaaltje met watermeloen gekocht net bij de groenteboer. Dus dat ga ik nu lekker opeten. Heerlijk met dit warme weer. Helemaal top. Goed, ik heb me even lekker hier gezetteld. Het wordt echt heel warm buiten, nu merk ik. Dit wordt echt benauwend. Maar je wordt ook heel... Je merkt het aan mij al. Je wordt ook heel moe van dit weer. Heel hangerig. Je hebt geen zin meer te doen. Het is te warm ervoor. Dus je gaat maar gewoon chillen en relaxen en liggen. Dus dat doe ik nu ook. Daarentegen is het wel heerlijk weer. Om gewoon lekker te chillen. Maar ik denk dat ik zo meteen heel even naar boven ga. In ieder geval naar binnen. Dus om eventjes een beetje bij te komen en een beetje af te koelen. Want het is binnen echt veel koeler dan dat hier is. Ik zweet ook echt enorm. Heel erg. Maar ja. Ik ben blij dat ik dit jurkje heb. En dit is mijn luchtigste jurkje die ik heb. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar het is echt een heel relaxend en afkoelend momentje als ik even naar binnen stap. Want het is daar veel koeler dan wat het hier buiten is. Oké, jongens. Ik ben naar boven gevlucht, want het was niet lekker meer. Ik heb de lippenstift soort van mijn lippen afgehaald. Ik heb een pyjama setje aangedaan van de Primark. Dus een kort broekje met een topje, want het is niet leuk. Ik heb mijn BH uitgedaan. Ik had mijn schoenen nog aan, die heb ik nu uitgedaan. Het is niet lekker meer buiten. Het is echt niet te doen. Ik heb gezien dat deze vlog al redelijk lang is. Dus ik ga hem inkorten in twee delen. Zo, nu het eerste deel. En morgen voor jullie het tweede deel. En daar zal ik het weekend ook in meetrekken waarschijnlijk. Er zit hier één rode vlek. Het is echt lelijk. Ik ga die lipjes echt niet meer op doen. Maar goed, ik ga hier dus nu deze vlog eindigen. En ik ga dezelfde dag starten. Alleen dan zien jullie de rest van de week morgen. Dus tot morgen, jongens.